eerste nacht was goed begonnen met de vissen voor Mike terwijl ik was werken. De tweede nacht kwam ik er weer bij, hebben we helaas niks gevangen. En nu gaan we op naar de laatste nacht, de derde nacht, dus hopen we nog een visje te kunnen vangen. Na een drill van een mooie dikke spiegel, gaan we eerst lekker een bakje koffie drinken. Vanmorgen om 9 uur liep de hengel af en Damien was werken. Dus ik heb de vis in de bewaarzak gedaan en die gaan we nu op film en op foto zetten. De eerste vis, een mooie spiegel, hij meldde zijn eigen om 9 uur in de morgen. Gevangen op een tijgernootbolly met een tijgernoot per pupje. De eerste rig waar Mike mee gaat vissen is een bungee rig met erop een 18 mm gesookte Scopex bol en daarop een whiteworm pop-up. De volgende hengel waarmee Mike gaat vissen is een D-rig met erop een 15 mm tijgernoot pop-up. En de laatste rig waar Mike mee gaat vissen is wederom een bungee rig met een tijgernoot bol en een garlic pop-upje. De eerste rig waar ik mee ga zitten is een Ronnie rig met een 18 mm dumbbell mais gesookt in de maisdip. De tweede rig waarmee ik ga zitten is een kokos rumbol samen met een klein fake mais pop-upje op een gewone rig. En de laatste rig waarmee ik ga vissen is een halve maisbol, een halve tijgernootbol en een whiteworm pop-upje. Nou, sessie is geslaagd. Mike heeft één vis weten te vangen. Volgend weekend gaan we een nieuwe poging wagen om meerdere vissen proberen te vangen.